Jij wordt lekker gebeten door de bal. Onze koffers worden nu op deze brommers opgeladen en die worden vooruitgestuurd. Als het goed is zien we die pas aanstaande donderdag weer in de buurt van het Inlemmeer. Ben je klaar? Ja. Ben je klaar? Ja, ja, ja. Het is nu 9:15, dinsdagochtend. Het gaat beginnen. 3 dagen lang gaan we lopen naar het Inlemmeer. En jullie mogen mee. Lief, hè? My name is AP. I'm from A1. For tonight, 3 days, guiding to you. Even wat water kopen natuurlijk voor zo'n lange tocht. En zeker met dit weer, toch? Zeker. Mengelawa. Ja, het gaat wel goed, maar best wel pittig even het begin. Daar doe je het allemaal voor, hè? Prachtig. One is the green tea, second is the black tea. Nu denk ik dat het goed. These are oranges. We lopen hier op een sinaasappelplantage. Het schijnt nogal lucratief te zijn voor de mensen die dit verbouwen. Heeft die gids zojuist uitgelegd. Mooi toch? Nu zijn we even bij onze eerste stop. En dat was nodig ook. Wat gaan we nu weer eten? Nou, hier hebben we de dal, een soepje. En zoals het eruit ziet, roti. Voor Elora Shippies. Zegt ze, ze heeft ze geëigend. Shankest? Shankest. En mango. Nou, smakelijk. Niet smakelijk. Is het smakelijk? Mm-hmm. Heel neutraal soepje. Ruikt hier gewoon naar thee. Yes! Maar ja, dat ligt hier dan ook. Elotje, waar zijn we nu? We zijn bij mevrouw en meneer in huis. En daar zijn we uitgenodigd om thee te doen. Oei, oei. Go on, thee. Je tas af. Ja, een sigaar van die oude baas gekregen. Ja, je moet alles geprobeerd hebben, hè? Ja, zeker. Als vervent niet-roker. Ja, ze schrikken dat je het niet weet. She is 10 years old, she don't believe it. Oh, uit eigen doos. We hebben hier net het water gekocht en we moeten nu weer door. Ik ga nog even kijken. Maar daar is het veilig. Het is niet slecht voor zo'n wc in de middle of nowhere. Een tegel, het wastafeltje, spiegel. Alles, erop en eraan, alleen een beetje krappen. Onze gids heeft net aangeboden aan Eline om haar tas te dragen. En dat heeft ze dankbaar aanvaard. Toch, Ed? Ja hoor. Ja.
kregen net wat Nepali sweets aangeboden. Deze. Sweetened tea. Zizou. Vier treinen per dag heen, vier treinen per dag terug. Daarboven, daar nog een half uurtje lopen, daar zijn we er. Oh, hier gaat het gebeuren, onze homestay. Dit is onze douche. Ja. Gordijntje open, gordijntje dicht. Dit is het toilet. En Laura denkt dat dit het zwembad is. Ik denk er anders over. For helping me. No problem. Thank you. Zo, dat was een pittig stukje. Ik vond het geweldig, maar heel zwaar. En je moet doorgaan, dus zo goed. Bij mij doen alleen mijn voeten pijn. Stukje. Ja? Maar we hebben het gehaald. Dag 1. Pink. Nu nog 2 en 3. Ja. Dit is onze kamer. Wat alleen niet mag, is als we gaan slapen met je voeten naar de Boeddha wijzen. Want dat is heel beledigend goed voor de mensen hier. Hoewel we homestay hebben, dus bij mensen thuis verblijven, heeft de organisatie een kok vooruitgestuurd. En wat die heeft gemaakt, werkelijk waar, ik denk het beste dat we ooit in Myanmar gehad hebben. Eieren in curry, vis in curry. Iets met taugé en tahu. En vergeet het niet, de frietjes. De frietjes die al op zijn. Oké. Dit is de kok die het allemaal voor elkaar gebokst heeft. Thank you. Thank you. Jezus. Een sigaar. Zelfgemaakt.